Dus, hi, welkom in een nieuwe video. In deze video wil ik het graag een beetje hebben over dingen die ik heb gedaan om een beetje uit die quarterlife crisis te kruipen. Het zijn dingen waar ik op dit moment mee bezig ben. Het is een proces, maar het leek me wel heel erg fijn om alvast wat dingen met jullie te delen. Omdat, als ik de stats mag geloven, een heel groot gedeelte van jullie rond dezelfde leeftijd zit. Dus misschien heb je het al wel meegemaakt, misschien zit je er middenin. Misschien gaat het komen, misschien ook helemaal niet. En daarnaast wil ik het ook hebben over mijn social media verslaving en hoe ik daar een beetje vanaf probeer te komen. Dus ja, daar ga ik het over hebben in deze video. Ik hoop dat alles nu goed gaat lukken, want dit is al de derde keer dat ik deze video probeer op te nemen. Gisteren heb ik het geprobeerd en toen had ik heel veel bouwgeluiden om me heen. En dat was echt niet chill voor de audio. En de tweede keer dat ik het probeerde, toen heb ik gewoon serieus alleen de audio opgenomen en geen beeld. Ja, ik had één beeld van mezelf dat ik de audio aan het opslaan was. En toen had ik een iets andere setting. Toen stond ik hierachter. Ik wilde vandaag heel graag de video opnemen, omdat ik heel veel energie voor heb. Maar ik ben ook licht katerig van maar serieus 4 wijn. En ik heb ook echt spierpijn van het sporten. Dus ik kan gewoon, het lukt me niet om te blijven staan. Dus ik dacht, ik ga lekker zitten. En ik heb dus een joggingbroek. Oh, ik hoorde mijn knie knakken. Ik heb een joggingbroek aangetrokken. Gewoon voor de extra comfiness. Laat ik maar gewoon beginnen met waar deze video om ging. Social media, we gebruiken het allemaal. En ik wil je eigenlijk meegeven van, joh, ga eens een keertje offline. Ik moet zeggen dat ik het best wel ironisch vond. Dat ik op een gegeven moment een soort momentje had van, ik wil wat vaker offline. Maar ik ben een online influencer. En ik zeg influencer nu even tussen aanhalingstekens, omdat ik het gewoon een rotwoord vind. Ik heb zoiets met influencer, heb ik het idee dat je iets uit mensen wil trekken, dat je ze wil beïnvloeden. Terwijl ik voor mijn gevoel juist iets aan jullie wil brengen. Dus ik vind het gewoon geen passend woord om mezelf te beschrijven. Maar omdat het toch, een makkelijk overkoepelend woord is, gebruik ik hem nu wel even. Ik vond het ironisch. Ik dacht, waarom, weet je wel, waarom? Een van mijn beste vriendinnen die gaf mij de tip van, Taar, ga eens een volledige dag offline. Ik vond het best wel eng klinken. Ik dacht, ben je niet goed? Dat is wel heel erg spannend, al helemaal als online influencer. Waar ben ik dan bang voor? Ik was bang voor FOMO. Ja, dus ik heb het maar gewoon een keertje gedaan. De allergrootste bevinding met het offline gaan een dagje is toch echt wel dat je gewoon veel meer tijd over hebt of zo. Je bent veel productiever. En ik weet dat het zondag is. Je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Maar op een gegeven moment keek ik op de klok en toen was het 2 uur. Terwijl mijn verwachting was dat het 5 uur was. Dus ik heb veel kunnen doen. Ik heb een boekje kunnen lezen. Ik heb yoga kunnen doen. Ik heb een podcast uit kunnen luisteren. Ik heb kunnen schoonmaken. Wat je doet is je zet gewoon al je internet af. Je wifi, je mobiele data. Maar je telefoon is gewoon nog wel werkzaam. Dus als er echt iets is van nood, kan iemand je bellen of sms'en. En ik kan je echt aanraden om dit eens een keertje te proberen. Mocht jij nu denken van, joh, ik hoef helemaal niet offline te gaan. Ik ben helemaal niet te minderen met social media. Dan kan ik je ook sowieso even aanraden om je gebruik eens te tracken. Dit kan al gewoon via je iPhone, maar je hebt er ook gewoon apps voor. En ik doe dit zelf al een halfjaartje als het niet langer is. En ik vond het de eerste keer dat ik het keek echt zo confronterend gewoon. Ik zit er serieus 5 tot 6 uur op mijn telefoon. Dat is insane. Ik had echt zoiets van, waar gaat die tijd heen? Hoe krijg ik dat überhaupt voor elkaar? Een van de meest belangrijke dingen die je moet doen in het leven eigenlijk is om je prioriteiten te stellen. Is om te bepalen wat belangrijk is. Want als jij niet kan bepalen wat belangrijk voor jou is en waar jij je tijd aan wilt besteden, dan zal een ander dat wel voor jou invullen. En waar je ook staat in het leven, dit is echt key. Besefte me ineens dat dit ding aan het draaien was. Dus als je net achtergrondgeluid hoorde, dan was dit het. Ik heb hem eraf gehaald. Anyways, enkele grenzen die ik bijvoorbeeld echt al een tijdje hanteer nu, is dat ik in de avond en in het weekend gewoon echt tijd wil hebben voor mezelf, voor mijn vriend, voor mijn vrienden, met mijn vrienden eigenlijk. En niet werk. Grote tip is dus ook, maak een weekplan. Schrijf voor jezelf alles op wat jij gaat doen die week. Maar ook dingen al voor jezelf, dus als sporten. En rooster ze echt in. En let gewoon heel erg op dus van wat jouw prioriteiten zijn en waar je aan wil werken. Op dit moment is het voor mij gewoon heel belangrijk om echt aan mezelf te werken. En ik vind gewoon dat ik elke dag minstens 30 minuten me-time moet hebben. En wat ik namelijk heel erg merk bij mezelf is dat zodra ik het heel erg druk krijg,
dan rooster ik die dingen eruit. Dan filter ik alles eruit. Heb ik zoiets van, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd voor vrienden. Ik heb geen tijd voor sport. Maar dat zijn eigenlijk juist de dingen die mij ontspanning en rust geven. En ervoor zorgen dat ik juist goed kan werken. Nieuwe hobby's doen of oude oppakken. Nu ik zo een beetje aan het nadenken ben van wie ben ik, wat wil ik. YouTube is gewoon mijn allergrootste hobby. En ik heb wel heel vaak erover nagedacht van wat zijn mijn andere hobby's inderdaad. Heb ik überhaupt wel hobby's? En ik denk dat het gewoon heel erg goed is om, als je dus sowieso tijd over hebt omdat je minder op je telefoon zit. En ook gewoon wat meer tijd voor jezelf moet nemen. Dat het gewoon goed is om een hobby te hebben daarnaast. Ik heb laatst geprobeerd te schilderen en ik heb gemerkt dat ik hier gewoon geen geduld voor heb. Verder heb ik dit bordje gemaakt met van die hardende klei. Omdat ik heel graag een titty jar wilde. En hier ga ik dan nog een bikinietje op schilderen en dan een plantje in doen. Dat is toch super cute? Ja, DIY blijft leuk. Ik heb ook een maanhanger gemaakt en ik vind het gewoon leuk om te doen. Maar ik ben er heel eerlijk gezegd niet heel goed in. Koken daarentegen vind ik wel heel erg leuk om te doen en daar ben ik wel beter in. Dus ik denk dat ik gewoon lekker door blijf gaan met dingetjes proberen qua hobby's. En ik zit ook te denken om bijvoorbeeld weer badminton op te pakken. Dat is iets wat ik vroeger altijd heb gedaan. Gewoon omdat ik het leuk vind. Dit is gewoon heel erg belangrijk om een beetje te ontdekken wat je nou wel en niet leuk vindt. Dingen van vroeger vond je misschien vroeger leuk en nu niet meer. Voor mij vind ik het ook wel heel erg leuk om dan dingen te proberen die niet echt in mijn comfortzone zitten, zeg maar. Iets wat ik heel erg belangrijk vind en waar ik echt actief mee bezig ben geweest, is het opbouwen van nieuwe routines en het afbreken van oude. Weet je, routines zijn super fijn. Het is eigenlijk heel erg al goed om dat te hebben, vooral op het gebied van eten. Als iets te veel een routine is, dan doe je dingen op de automatische piloot. Het ene moment zit je bijvoorbeeld je tanden poetsen. Het andere moment zit je al op je fietsje op weg naar whatever. Dat gebied ertussen is eigenlijk een soort van grijs vlak. Je weet dat je het hebt gedaan. Je weet dat het allemaal goed is gekomen. Dus dat is inchecken met de trein. Je doet het gewoon zonder erover na te denken. Je bent niet bewust bezig met waar je mee bezig bent. Ik laat je nu ook graag zien welke routines ik dan heb aangepast. In de ochtend doe ik altijd meteen mijn lenzen in. Gooi een plens water in mijn gezicht zodat ik echt wakker ben. Maak mijn bed op. Soms drink ik nog eerst een kop koffie als ik me een beetje gaar voel, maar anders alleen een glas water. En dan ga ik gewoon wat yoga doen via een afspeellijst van yoga bij Adrienne. En die zijn iets van 20 tot 30 minuten lang, dus ik vind het best wel laagdrempelig. En ik hou het tot nu toe echt al een hele lange tijd elke ochtend vol. En je stretcht gewoon je hele lichaam. Je leert wat meer op je ademhaling letten en ik word er veel kalmer van. En sowieso voelt het heel lekker, omdat ik altijd helemaal vast zit. Declutter! Word je al gek van Marie Kondo dingen? Het is niet per se een Marie Kondo ding. Voor mij is declutteren iets wat ik een beetje heb opgepikt uit de 100 miljoen video's die ik over minimalisme heb gekeken. En het gaat gewoon niet per se om het hebben van minder spullen. Het gaat gewoon om het hebben van spullen die ertoe doen. Die belangrijk zijn voor jou, die je blij maken. En dat bedoel ik ook een beetje met declutter. Als het gaat om je telefoon, declutter je telefoon. Kijk welke apps erop staan die je eigenlijk niet gebruikt. Kijk naar je mailbox en haal alle spam weg waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten, op die nieuwsbrieven en dergelijke. Verder natuurlijk je kledingkast, je huis. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken kan je declutteren. Dat was voor mij heel erg belangrijk. Sowieso een schone woonkamer, clean house, clean minds. Ik moet nu een beetje lachen omdat ik om me heen kijk en het is echt een hele grote zooi. Geloof me alsjeblieft op mijn woord als ik zeg dat ik normaal gesproken mijn woning wel schoon hou. Wasrek heb ik hier neergezet voor de akoestiek. Hopelijk werd het dan minder echoig. Dat was een beetje mijn idee. En dit zijn balkonspullen en crap. Normaal gesproken is het schoon. Alleen vandaag even niet. Wat ik sowieso laatst had, is dat ik even rondkeek in mijn huis en in mijn kast. En dat ik dacht, oh, ik heb toch wel een bepaald level bereikt als het gaat om het declutteren. Omdat ik wel echt heel erg tevreden ben over alles wat er staat. Ik ben minder gefrustreerd en dit is niet van de een op de andere dag gekomen. Ik ben hier echt al jaren mee bezig. Ik ben op dit moment al heel erg trots van waar ik ben gekomen. En het is nog steeds een proces, maar ik heb zoiets van ja. Ja, wat vaker dingen alleen doen. Dit is echt iets voor als je dus werkt aan jezelf. Of als je dus in die quarter life crisis, twintigers, twijfels of met een dertigers dilemma dealt. Of eigenlijk gewoon in het algemeen, als ik heel eerlijk ben. Ik ben iemand die echt houdt van gezelligheid. Ik hou van mensen omheen als ik dingen onderneem. En ik ben het gewoon echt totaal niet gewend om dingen in mijn eentje te doen. Dat is ook weer nogmaals iets wat me uit mijn comfortzone rukt. Iets waarvoor ik mezelf wel een beetje moet pushen. Omdat ik eigenlijk altijd heel erg verlegen ben geweest. Maar wel iets wat ik wil voortzetten. Omdat ik ja, wat meer zelfstandig wil zijn en dingen alleen wil kunnen doen. En ik weet dat ik 27 jaar ben dat ik al lang dingen alleen moet kunnen doen. En ik kan het ook wel. Maar er zijn gewoon heel veel dingen
die ik nog nooit alleen heb gedaan. In mijn eentje op reis überhaupt heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dat komt echt omdat ik er echt totaal geen behoefte aan heb. Ik wil dingen delen met mensen in mijn omgeving. Maar ik denk dat het heel sterk kan zijn om dit soort dingen wel gewoon te proberen. Om te kijken welke dingen ik alleen kan doen en welke misschien niet. In principe zou ik alles alleen moeten kunnen doen natuurlijk. Dat is eigenlijk het hele idee erachter. Het voelt gewoon heel erg sterk als je wat dingen alleen kan doen. En ik denk dat het ook heel erg helpt met de FOMO. Dus als jij een keertje een dagje offline gaat, dan moet je alles eigenlijk misschien met jezelf doen. Tenzij je met iemand hebt afgesproken natuurlijk. Maar dan voel je toch wat minder die drang dat je met andere mensen dingen moet gaan doen. Dus ja, al deze dingen zijn een proces. En ik vind het wel heel interessant dat ik zo bewust ben van wat er allemaal gaande is in mijn hoofd en waar ik mee bezig ben. Ik zie het dan ook echt een beetje als groei als persoon. En de dingen die ik dus nu doe, die helpen mij hopelijk ook groeien als persoon. En door gewoon minder in mijn telefoon gedoken te zitten, meer met andere mensen te praten en ook meer te genieten van wat er om me heen allemaal gebeurt. Ja, heb ik het idee dat ik weer wat meer kan focussen op mezelf en dingen weer wat meer helderder kan zien. En ik denk dat dat ook wel gewoon heel erg een voordeel kan hebben als het gaat hier om YouTube. Want ik denk dat jullie dan ook steeds meer van mij kunnen zien. Nou, deze woorden wilde ik in ieder geval heel erg graag aan jullie brengen. En ik ben heel erg benieuwd wat jij allemaal doet voor jezelf in je eigen tijd. Hoe vaak je dus op je telefoon zit en dat soort dingen. Laat je in ieder geval horen in de reacties. Want ik vind het ook echt heel erg leuk om voor jullie te horen. En ik was eigenlijk van plan om dit aan het begin van de video te zeggen, maar ik zeg het eigenlijk nu dan nog. Hopelijk is het niet te laat en heeft niemand weggeklikt. Maar ik wil jullie echt super bedanken voor alle ontzettende lieve reacties die we hebben gehad op de update video in de reacties. Ik heb ze ook allemaal doorgelezen. Ik heb ook best wel wat DM'tjes gehad en berichtjes op de blog natuurlijk en op Instagram. En ik lees ze allemaal en ik moet zeggen, het doet me heel erg goed. En ja, daar wilde ik jullie nog eventjes extra voor bedanken. Stom dat ik het niet aan het begin van de video heb gedaan. Ik zal het ook sowieso wel in de beschrijving neerzetten. Wat ik verder nog wil zeggen is dat wij ook een Instagram account hebben die gezamenlijk is. Die heet het @endlessweekendnl account. En we zijn van plan om daar wat meer behind the scenes dingetjes te delen. Dus als je wil weten waar we op dit moment mee bezig zijn, dan kunnen we dat dan plaatsen we dat daar. En dan kan je daar een beetje op de hoogte zijn van wat er online komt en wat er komen gaat. Want Larissa en ik zijn behind the scenes best wel veel met verschillende dingen bezig. Ik heb vooral best wel veel video-ideeën die gewoon, die doen er wat langer over. Die kan ik niet in één keer filmen. Dus ja, dan kan je dus daar zien wat er een beetje komen gaat. En dan, ja, weet je een beetje waar we mee bezig zijn eigenlijk überhaupt. En het is ook wel handig als jullie daar misschien zijn. Want soms hebben wij gewoon wat vragen of wat feedback nodig voordat een video online komt. En dan kunnen we jullie hulp zeker gebruiken. Ik ben heel erg blij dat ik deze video er eindelijk uit heb gekregen. Ik voelde ook goede energie vandaag. Van ik ga deze video gaan opnemen. Het gaat me lukken. Alles is goed gegaan. Dus daar ben ik heel erg blij om. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je me niet al volgt op Instagram, volg me dan zeker op @taraverbon. Daar deel ik wat persoonlijke dingen over mezelf en wat foto's. En volg dus het Endless Weekend NL account voor wat behind the scenes dingetjes. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje omhoog te geven. En zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doei!